vind mannen ook best wel lastig. Ik vind met name mijn vriend op het moment best wel lastig. Ik kreeg een kritiekpuntje namelijk van hem. Hij vond dat ik hem bemoederd had. Wat niet zo was, dus ik zei wat een onzin. Nou ja, hij had dan één voorbeeldje, want we waren dan op een feestje geweest en toen gingen we weg. En toen heb ik blijkbaar gezegd, moet jij niet eerst nog even naar de wc? Ik denk wel dat het ook goed is soms om je leed zeg maar te relativeren. Ik merk zelf, ongemerkt ben ik er ook steeds beter in geworden. Want ik was van de week, zat ik een beetje in de put en toen liep ik over straat. En toen merkte ik, zag ik ineens zo'n heel super gelukkig stralend iemand lopen. En toen merkte ik dus ineens, ik dacht van oké, okay, en dan heb je een heel leuk leven. En dan? Ja. Mijn psycholoog vindt mij te negatief. Maar ik vind haar te duur. Ja. Je moet het allemaal zelf betalen tegenwoordig. Ze had wel een tip. Ze zei, als je niet zo goed voelt, moet je even een boekje gaan bijhouden met dingen waar je dankbaar voor bent. En dat vond ik eerst wel stom, maar toen denk ik, nou, laat ik het in ieder geval proberen. Dingen waar ik dankbaar voor ben, dat onze hond altijd liever eerst met mijn vriend wil knuffelen. Ook als hij net stront heeft gegeten. Dat bezoek ook altijd weer weggaat. Dat mijn vriend borsthaar heeft, ja, want ik hou daarvan. Ik wist dat in het begin nog niet. Ik heb hem daar zeg maar niet op uitgekozen. Maar ik zou, als hij dat niet zou hebben, zou ik dat wel heel erg jammer vinden. En dan zou ik daar ook wel steeds wat van zeggen. Nee, niet steeds als lullig, maar meer dat als we dan al ruzie hebben, dan zou ik het er weer bij halen. Dat ik mijn tandenstokers niet zelf hoef te zagen, dacht ik ineens. Dat lijkt me echt niet te doen. En dat mijn ouders geen ruzie meer hebben gemaakt sinds mijn vader is overleden.